Dit is nieuwsuitzending nummer 133. En deze uitzending is op een verzoek. Ik zal het je even laten zien, wel erg leuk. Een verzoekje binnenkreeg. Hier snel kunnen vinden. Dat is een iemand die ik denk dat ik hem persoonlijk ken. Alleen ik weet niet. Alleen hij heeft alleen een nickname. Maar nu moet ik hem hier kunnen zien. Hier staat hij. Dit is een reactie op een van die uitzendingen. Maar ja, een van de vorige. Doe niet zoveel over. Wat het nou precies is. Maar wat hij hier zegt, hij is het niet met mij eens. Dat ga ik het nu niet over hebben. We verschillen gewoon iets van mening. Ik denk dat we niet zo ver van elkaar afstaan hoor. Maar hier gaat het over. Wil je misschien een keertje een uitzending maken over valse vlagoperaties? En het hoe en waarom eromheen. Dat zou ik leuk vinden. Fijne dagen. Dit is van Jorni22. Dus, 4 uur geleden erop gezet. Dus, nou, het is toch eerste kerstdag. Niet zoveel te doen. Dus, of niet zoveel zin om dingen te gaan doen. Maar het is ook eerste kerstdag. Zo maakt het uit. Hè. Dus ik pak hem er even op bij het begin. Ik heb hier zo'n lijstje gemaakt. De eerste waar ik het over wil hebben is de definitie van zoals ik hem hier gebruik. Een valse vlagoperatie is officieel dat je het uniform aandoet van de tegenstander, van degene die je in een kwaad daglicht wil stellen. En dan ga je gewoon in zijn uniform en doe je je stoute ding. En daarna trek je dat uniform uit en dan geef je de tegenstander de schuld. Want iedereen heeft gezien van ja, het was een vent met een blauw hoedje. En dan doe je dus of een ander het gedaan heeft. Nou, in dit geval heb ik een iets ruimere definitie gepakt, omdat ik op die manier vind dat je wat beter kan zien wat er aan de hand is. En de definitie die ik gebruik is dat een valse vlagoperatie in dit verhaal dan, op zijn ruime manier gezien, dat is dat je iets doet wat punt 1 helemaal niet leuk is. En je doet het voorkomen alsof er iets heel anders gebeurd is. Dat doe je natuurlijk als je het uniform van de tegenstander aantrekt, doe je dat ook, dus er is daar een onderdeel van. Maar ik gebruik hem hier iets ruimer. Het gaat in feite om alle belangrijke, ja, baanbrekende, opvallende dingen uit de geschiedenis. Die toch echt anders in elkaar zaten dan dat iedereen hier in Nederland, of op deze aarde zelfs maar, geleerd heeft op school. Rara, hoe kan dat? Zelfs ik weet sommige dingen nog maar sinds een paar jaar. Hè? Nou, aan de eerste false flag, in die ruime definitie, dat is het paard van Troje. Dat krijg je wel op school, hè, hoe dat in elkaar zat. De stad Troje die lag onder beleg. En de Grieken of zo, die kwamen eraan, weet ik veel. En buiten de stadsmuren, voor de poort, vonden de stadsbewoners dus op een dag een heel erg mooi groot paard op wielen. En toen dachten ze, nou, dat lijkt ons een mooi paard. Maar dat was dus niet zo. Dat was de valse vlag. Die Trojenaren die moesten geloven dat dat paard echt de moeite waard was om mee naar binnen te nemen. Maar dat was geen cadeau. Ben jij gek? Er zaten allemaal soldaten in. Dus daar hebben ze vrijwillig, zonder dat ze dat zelf wisten, hebben ze het cadeau tussen aanhalingstekens in ontvangst genomen. En toen gingen ze 's avonds allemaal lekker slapen. En toen ze midden in de nacht diep in slaap waren, toen ging de piep een klepje open uit het grote paard. En toen sprongen al die jongens eruit. En die slopen naar de poort toe van de stad. En die maakten die stadspoort open. Ja, toen was Troje verloren. Dus het was gewoon een trucje. En dan in het kader van een militaire operatie of een andere operatie gericht tegen mensen. Dus ik dacht, nou, in de ruime definitie valt hij wel. Dan pakken we de volgende. Dat is de katholieke kerk. Nou, dat fenomeen dat kennen wij vanaf het begin van de 4e eeuw. Dat was voorafgegaan door het Romeinse Rijk. Het heette wel de Heilige Romeinse Kerk. Ja, de valse vlag hieraan is dat ons de katholieke kerk wordt verkocht als een christelijke organisatie die zich bezighoudt met liefdadigheid. En ze hebben het beste met ons voor. Nou, punt 1. De katholieken. Die organisatie die geloofsbelijden is,
Die manier van vereren, je spiritualiteit beleven. Dat heeft helemaal niks te maken met het christendom. Het christendom is namelijk, heel veel dingen gelden voor het christendom. Maar een van de dingen die gelden, dat is dat je geen beeldverering doet. En wat zie je als je in een katholieke kerk binnenkomt? Allemaal beelden. En wat je ook nog ziet, is dat er mensen voor die beelden gaan knielen. En ze gaan ook nog geld doneren en kaarsjes kopen voor veel te duur. Voor veel te veel geld. En die gaan ze dan aansteken. En dan gaan ze ook die kaarsjes, gaan ze een gebedje bij opzeggen. En ze doen ook dingen als de aflaten. Dat is, ik denk dat dat nog steeds wel op geld doet. Maar dat was in die tijd, in de 13e eeuw, daaromtrent. Ja, dan kon je als misdadiger kon je echt van alles uitvreten. En dan betaalde je gewoon een deel, stond je af aan de meneer pastoor. En die stond weer een deel af aan de heilige vader die in Vaticaanstad woont. En zo ging het dagelijks leven lekker door. Waarbij dus criminaliteit, voor sommige mensen die goede contacten hadden met meneer pastoor, joh, die konden niet gepakt worden. Want die konden zich vrijkopen. Dat konden ze ook doen voor toekomstige misdrijven. Dus als je een crimineel was, dan moest je een businessplantje schrijven. Even eerlijk vertellen aan meneer pastoor, of niet helemaal eerlijk, maakt toch niet uit, je bent een misdadiger. Dan vertelde hij gewoon ongeveer wat je ging doen en wat je er ongeveer mee zou gaan verdienen. Bijvoorbeeld een postkoets overvallen. Nou, dan kreeg je een contract van de paus. Betaalde je 200. En niemand kon je meer dat doen. Dus criminaliteit, die ging helemaal door het dak heen. Dat was niet christelijk. En al die dure kleren van de paus en al die dure auto's die hij rijdt en zijn eigen vliegtuigen en zo'n heel mooi kasteel daar in Vaticaanstad. En het feit dat die paus zich ook nog een keer bemoeit met het hele wereldse gebeuren. Ja, dus hij wil ook nog een keer dat alle gelovigen onder hem komen te staan. Dus geen andere kerken meer dan subkerken van de katholieke kerk. Zeker de katholieke kerk zelf. Dat is helemaal niet christelijk. Waarom zou je dat doen? Zo deed Jezus toch ook niet. En Jezus had helemaal geen dure huizen en weet ik veel. Hij zou natuurlijk geen auto hebben gehad in die tijd, maar een paard en wagen had hij ook niet hoor. En gewoon sandalen en een tjalaba. En woorden van troost. En Christus Jezus had helemaal niks te maken met geld. Er kwamen wel mensen naar hem toe en die gingen klagen over dat ze belasting moesten betalen. Jezus die maakte ze daar niet zo druk over. De paus wel. Die zit allemaal met, ik wil je erfenis, ik wil je spullen, ik wil collecten, ik wil... Dus de paus is antichristelijk. En dan zijn goede werken. Dat hij de armen helpt en zo. Daar zijn geen bewijzen van. Er zijn wel bewijzen van het feit dat de paus opdracht heeft gegeven om werkkampen te stichten in Paraguay. In de 16e eeuw of 17e eeuw, give or take a few. Die werkkampen hebben ze mensen gewoon drie keer in de ronde laten werken en naar huis gestuurd met een lolly. Ze mochten een heel klein stukje van de opbrengst houden, net genoeg om die mensen in leven te houden. En alles surplus, alles wat ze over hadden, dat ging in kisten en dat ging op paard en wagen naar de kust en dan werd het ingeladen op de boten en dan gingen ze varen naar Europa. En in Europa werden die goederen voor grof geld verkocht. Je gaat mij niet vertellen dat dat een liefdadigheidsoperatie is. En als je namelijk kijkt naar de gemiddelde, noem het maar de economische status van Zuid-Amerika. Heden ten dagen, het is een bitter armoedig land. Met een bovenklasse die ontzettend rijk is. En dan daaronder allemaal mensen die dagelijks moeten knokken voor hun bestaan. Dat heeft niks te maken met het verdelen van de rijkdom, waar de paus het altijd over heeft. De paus heeft zoveel geld. Die zou in één keer van alles kunnen doen. Hè? Doet hij helemaal niet. En wat is daar christelijk aan? Dus de paus, dat is een potentaat op twee terreinen. Dat is, hij wil de baas zijn van alle gelovigen. En hij wil de baas zijn van de politiek. En ook van de geldvoorziening. En hij wil even gaan bepalen wie er wat gaat doen. Het
toen met het opzetten van die reducciones, van die werkkampen, zo heette ze, de reductions op zijn Engels, dus in de 16e eeuw ongeveer. In die tijd heeft de paus tegen de Spanjaarden gezegd van jullie mogen dat hebben van Zuid-Amerika. En tegen de Portugezen zeiden jullie mogen dat hebben. En niet in de zin dat de Spaanse koning en de Portugese koning dat mochten hebben. Nee, ze mochten het innemen. Namens de paus. En als ze het dan ingenomen hadden, dan zou de paus heel ingenomen zeggen van oké, mooi dat ik het ingenomen heb. Nu ga je er dit mee doen. De paus, het is iemand die is risk aan het spelen of monopolie. Dat is helemaal geen religieuze organisatie. Los van het feit dat daar natuurlijk wel heel veel katholieken zijn. Die dat allemaal zich daar niet van bewust zijn. Want ze lopen met Deense kennis natuurlijk niet te koop. En ja, die zijn misleid. En katholieke mensen, ik heb katholieke vrienden, die zijn katholiek opgevoed. Daar heb ik helemaal geen enkel probleem mee. Maar als organisatie zijn ze niet wie ze zich voordoen. Dus is dat een valse vlag. In de ruime zin van het woord. En denk maar aan het feit dat de Europese Unie, die heeft een tijd een voorzitter gehad en die heette Herman van Rompuy. En dat is een jezuïet. En een jezuïet, dat is de militaire orde van het Vaticaan. Wat moeten wij met zo'n jezuïet aan het hoofd van de Europese Unie? Nu ik je ongeveer verteld heb, wat die organisatie hem wel niet op zijn geweten heeft. En er komt er nog meer hoor. Dat is echt niet het laatste. Nou, dit is dan het eerste ding die ik even op internet erbij heb gepakkerd. Dat is de Babington Plot. Dat was 1586 en het ging om het vermoorden van deze koningin, koningin Elisabeth. En dat was een protestant. Dat was dus niet van de kerk en als de paus ergens niet van houdt, is dat je niet van hem bent. En ze wilde bloedige Mary wilde ze terug. Mary Queen of Scots. Ja, uiteindelijk is Queen Mary toen geëxecuteerd op, ik denk, een opdracht van koningin Elisabeth. Nou, wat was hier de bedoeling van? Ze wilde dus die koningin Elisabeth omleggen omdat het een protestant was en dan weer een katholiek op de troon zetten. En dit zijn totaal 5 aanslagen geweest. En ga er maar vanuit dat ze een plan hadden om die moordpartij af te wentelen op iemand anders. En dat ze waarschijnlijk van tevoren al de patsy hadden, hè? De zondebok. Die wisten ze al. Dat verhaal weet ik dan niet precies. Hoor. Maar ga er maar vanuit dat ze natuurlijk niet de koningin van Engeland om gaan leggen. En dat de paus, want die zat hier natuurlijk achter, dat de paus dan dat zette in de krant van ja, dat heb ik gedaan. Dat had hij natuurlijk op een ander afgewenteld. Maar even proberen om de koningin van Engeland om te leggen. Ja, je moet het maar durven. Nou, toen Elisabeth weg was, toen kwam haar... Kijk, want dat is... Even kijken hoor. James. Maar dat was een familielid van koningin Elisabeth. Zat hier denk ik niet zo direct? Nee, ik kan het niet direct zien. Maar het ging om koning Jacobus. En die man die zou later onder zijn regime in 1611 zou de Bijbel met de hoofdletter DE zou gepubliceerd worden. En ongetwijfeld was die aanslag van de paus bedoeld om onder andere die Bijbel van 1611 om die tegen te houden. Maar los daarvan was koning Jacobus, of King James, hoe je het noemen, daar was gewoon geen volger van de paus. Die zat een beetje zelf hoofd van de... Hoe heet dat? De Engelse kerk te spelen. Hoe heet dat ook weer? De Church of England was dat, hè? De Engelse kerk. En er was een kerk, dat was dus geen katholieke kerk. Maar dat was gewoon een eigen brouwsel. Gebaseerd op protestantisme. En gebaseerd op de oorspronkelijke tekst van de Bijbel. Nou, dat vond de paus, die zag het allemaal aankomen. Denk, nou, dat gaan we even stoppen. Nou, en dit is dan de hoofdguy, Guy Fawkes. Daar is dat masker ook van. Misschien dat hier wel een fotootje staat. Van Anonymous. Wie heeft dan... Misschien hebben ze dat masker hier onder staan. Je herkent het gelijk hoor. Nou, hij staat hier niet bij.
Ah, dat is dat beroemde masker van dat refereert aan Guy Fawkes. Ook daar waren ze van plan om het af te wentelen op een aantal mensen die toch op de boek stonden als, nou, dat zijn misschien wel terroristen. Maar die hadden er helemaal niks mee te maken. Het waren gewoon een stelletje burgers. En die zouden de schuld krijgen. Nou, dat is allemaal niet doorgegaan, want ze hadden dus in de kelder van het parlementsgebouw 36 vaten buskruid opgeslagen. En Guy Fawkes, die was dan betrapt dat hij de boel wilde aansteken. Maar dat is net op tijd gevonden. En toen hebben ze hem geëxecuteerd. En ongetwijfeld is dat ze een ander de schuld hadden gegeven. Nou, denk er eens even over na. Ja, even het hele Britse parlement, want dat zou bij elkaar komen voor een grote zitting. En het koningshuis, en ook natuurlijk zijn familie erbij van King James. En dan baf, alles in één keer weg. Het is gelukkig niet gebeurd. Want dan hadden wij die Bijbel van 1611, hadden we dan voorlopig nog kunnen fluiten. Er is er ook één, de Spaanse Armada. Kijk, hier wordt het gezegd dat het ging om de Spaanse koning Philips II. De Spaans-Engelse oorlog. Maar je ziet het aan de jaartallen al, 1985, dat was de Babington-plot. Dat was 1585. En 1604, dat is één jaar voor de Gunpowder-plot. En het ging helemaal niet om een oorlog tussen Spanje en Engeland. Het ging om een oorlog tussen de paus en, wat was dit, Jacobus, die kwam ongeveer hier, denk ik. Dus tussen Elisabeth, tussen het protestantse Engeland en Spanje, dat onder controle stond van de katholieken. Dus dat was gewoon de katholieken tegen de protestanten. Ja, zeg dat dan. Maar dat wordt niet gezegd. Nee, het was tussen Spanje en Engeland. Daarbij zwijg je dus, verzwijg je wat er werkelijk aan de hand zit. En ben je dus bezig met een valse vlag. Wat is dit dan, valse hellebrandels? Even kijken. Nee, dan laat het maar lekker zitten. Niet zo belangrijk. Het is wel erg heel grappig afgelopen. Het is totaal mislukt, die armada. Het ging toen vervolgens helemaal fout. Het was niet zo'n goede aanval. De Franse Revolutie. Kijk, dat is er één, dat wordt ons verkocht. Dat is de... Ja, hier staat het dan ook, hè? De macht en de privileges van adel en geestelijkheid werden massaal teruggedrongen onder druk van radicale politieke groeperingen, de mensenmassa in de steden en de boeren op het platteland. Nou, echt niet. De Franse Revolutie, die is aangesticht door onder andere een club en die heet de Illuminati. Of beter gezegd, de Beierse Illuminatie. En de Beierse Illuminatie is in 1773, en hier zie je dus ook dat die Franse Revolutie, die begint dan 16 jaar daarna, 16 jaar na de oprichting van de... Nee, 1676 was het. Dus 13 jaar daarna. Toen is die revolutie begonnen. Maar die is aangeslingerd vanuit die Beierse Illuminatie. En de stichter van de Illuminatie, dat was Adam Weishaupt. En dat was iemand en die heeft les gegeven op de Universiteit van Ingolstadt. En daar doseerde hij kanoniek recht. Dat is katholiek recht. En Ingolstadt is ook een jezuïte universiteit. Dus wat was dit? Nou, je had dus die monarchie in Frankrijk. De absolute monarchie. Daar heeft de paus een pesthekel aan. Want je mag wel monarch zijn. Dat vindt hij helemaal niet erg. Maar eens in de zoveel tijd kom je je wel even melden op het Vaticaan. Of er komt iemand langs van het Vaticaan. En dan gaan we eventjes bijpraten. En we even bepalen waar de prioriteiten liggen voor de komende tijd. En niet zomaar zelf de absolute monarch uit gaan hangen. Want daar houdt de paus niet van. Dus dan moest die aristocratie van Frankrijk, die moest eraan. Die moest weggeveegd worden.
om plaats te maken voor een nieuw bewind. Waarbij de paus veel meer te vertellen zou hebben. Nou, dat was de Franse revolutie. En met egalité en fraternité en liberté. En dat die ene aristocratenvrouw die had gezegd van laat ze dan maar cake eten. Toen haar verteld werd dat het brood voor het volk op was. Ja, dat was er ook zo een. Dat heeft ze misschien een keer gezegd. Maar die uitspraak die is gewoon vet in de krant gezet, als het ware. Die hebben er plakaten van gemaakt of zo. Daar hebben gewoon mensen op lopen stoken. En die Fransen die dachten dan misschien wel, we komen van die aristocraten af, dat is maar goed ook. Ja, maar wat kwam er voor terug? Medewerkers van de paus. Dus wat heb je er dan aan? Die hele Franse revolutie, dat heeft alleen maar een hele hoop doden gekost. Ontzettend veel geld en huizen die verbrand zijn, gezinnen uit elkaar en mensen onterecht terechtgesteld. En, allemaal toestanden. Ja, waarvoor eigenlijk? Helemaal voor niks. De koning is dood, lang leven de koning. De ene macht door de andere macht vervangen. De 30-jarige oorlog, dat is 1618, dat is 1648. Dat was een oorlog tussen de katholieke en gereformeerde staten. Ja, dat was natuurlijk de paus. Hè. Het is niet zozeer die staten die onderling ruzie hadden, maar het was de paus die zei, pak deze jongens aan, pak die gereformeerden aan. En dan ging het dus met name om de... Nou, hier staat het dan wel. Het conflict begon toen de katholieke staten, Spanje en Oostenrijk, de gereformeerde staten in het noorden van het Heilige Romeinse Rijk veroverden. En dat is dus de Boheems-Palse en Noord-Duitse-Deense fase. Het was gewoon een strijd tussen de paus en de protestanten. Maar zeg dat dan gewoon. En dan kan je gewoon zien dat de paus, die valt de hele tijd aan. He, die Adam Weishaupt was een jezuïet. En die heeft de Franse revolutie gestart. Nou, die Tweede Duitse Oorlog, die eindigde met de Vrede van Westfalen. Ja, zo. Dat hele verhaal komt nog terug, zo dadelijk. Dat heeft een vervolg gekregen, deze 30-jarige oorlog. Die komt zo dadelijk. Even kijken dat ik het niet te laat maak. Abraham Lincoln. Dat was de zoveelste president. Even kijken. De 16e president van de Verenigde Staten. En hij is aangetreden in 1861 en hij is vermoord in 1865. Nou, staat hier dan nog wat netjes over hoe hij vermoord is. Even kijken, even een beetje... Presidentschap, kabinetsleden, trivia. Wat is dat nou? Literatuur. En was dan zijn moord dan? Ik weet niet eens bij hoe die vermoord werd. Even kijken. Dat staat er gewoon helemaal niet bij. Nou, ik zal je in het kort vertellen. Hij is hier neergeschoten door John Wilkes Booth. En er staat hier een fanatieke aanhanger van de geconfereerde staten. Ja, het gaat erom. John Wilkes Booth was een onderdeel van een samenzwering. Waaronder een moeder en haar zoon. En die moeder die heette van de familie Sorat. En hoe die zoon heette weet ik ook niet, maar zijn achternaam was de Sorat. Dat is de enige die ontsnapt is. John Wilkes Booth die is doodgeschoten vlak nadat hij Abraham Lincoln had doodgeschoten. En die Sorat, die is dus weet het ontsnappen. En de rest, die drie, dus die moeder van Sorat en twee anderen, die zijn gearresteerd en die zijn opgehangen. En dat hele clubje waren katholieken. Dus er was weer eens een aanslag van de katholieke kerk op een regeringsleider. Die Sorat die ontsnapt is, die is via Canada op de boot gezet naar de Vaticaanstad. En daar heeft hij zijn laatste dagen gesleten. Met een leuk baantje. Als in de garde van de paus of zo. En dan wordt er dus gedaan dat het ging hè, om
om een fanatieke aanhanger van geconfedereerde staten. Ja, dat is dus een valse vlag. Dat is de valsheid hiervan. Had gewoon moeten staan. De paus had opdracht gegeven tot het maken van een samenswering. En dat is zo uitgepakt. En voor de zoveelste keer was het raak. De RMS Titanic. Kijk, hiervan wordt gezegd dat de boosdoener, dat was een hele stoute ijsberg en een hele domme kapitein. Maar het andere verhaal is, want dit was 1912. In 1913 is met een samenswering ook weer het Amerikaanse geldsysteem overgenomen. En dat waren ze al een tijdje van tevoren van plan natuurlijk. En ze wisten zeker dat er een aantal veel vermogende mensen waren, dus groot industriëlen. En die zouden daar nooit mee akkoord gaan. Die zouden niet willen dat een externe partij het geldsysteem van Amerika gaat beheren. Want dan ben je mooi de bok. Dan heb je mooi je eigen geld niet meer. En dan kan je als overheid, je hebt bijvoorbeeld een nieuwe spoorweg nodig. En je kijkt je in de kas en die blijkt nu toevallig een beetje op te zijn. Ja, dan moet je of belasting gaan heffen, of je gaat geld lenen. En dat leen je dan van de federale reserve. Hè? Dat komt zo dadelijk wel. Nou, ze wilden dus dat geldsysteem gaan centraliseren naar hun eigen hand. En ze wisten van tevoren zo goed als zeker dat een aantal vermogende mensen, machtige mensen, die zouden dat zich met hand en tand verzetten. Ja, wat moet je dan? Nou, dan hebben ze dus een schip gemaakt en gezegd dat dat schip dat niet kon zinken. Nou, dan kan je gelijk denken aan die twee torens daar in New York die op 11 september 2001 in elkaar zakten als een plumpudding. Daarvan werd in de jaren 70 gezegd, toen die dingen gemaakt werden, dat het gebouwen waren. Nou, die zouden makkelijk de inslag van een vliegtuig kunnen hebben. Hé, zeg, laat het nou helemaal niet waar zijn achteraf. Met die Titanic, dat is ook. Die kon niet zinken. Nee, maar de eerste ijsbergen, dat was klaar. Nou, wat is de andere verklaring? Dat ze die rijke mensen waar ze van af wilden, die hebben ze dus helemaal gek gemaakt. Want er wordt een hele mooie reis op een onzinkbaar schip en lalalalalala en je moet mee. Nou, die kapitein die zat in de samenswering. En die heeft toen gewoon midden in de nacht die boot tegen een ijsberg aangeramd. En toen hij merkte dat hij raak had, heeft hij gewoon vol gas gegeven. En gewoon het hele ding gewoon aan raggen gevaren. En dat er een ijsberg lag, ja kom zeg. Gewoon voorzichtig varen. Maar dat heeft die kapitein niet gedaan. En toen ze aan het zinken waren, toen zijn er vuurpijlen afgevuurd. En die zijn gezien door een ander schip wat diezelfde route bevoer. Maar ja, die vuurpijlen die hadden de kleur wit. En dat betekent dat er geen probleem is. Het had geel moeten zijn of rood of zo. En die mensen dus waar ze van af wilden. Daar zijn ze mooi van afgekomen. En dat was 1912. En er kwam dus dit geintje. Het Federal Reserve systeem. Federale reservesysteem. Nou, wat is hier false flag aan? Nou, deze twee woorden. Federal en reserve. Want Federal Reserve, dat is de naam van die centrale bank die onder beheer viel van de paus uiteindelijk. Want de paus heeft hier de vinger achter. Het was helemaal geen federaal ding dus. Ja? Dat moet zijn pauselijk of katholiek. En reserve, nee, aan mijn neus. De Fed heeft helemaal geen reserves. Dus ze zijn niet federal, ze zijn niet federaal, ze zijn niet overkoepelend. Het is gewoon een private bank. En die heeft helemaal geen eigen vermogen. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Want zij zijn gewoon degene die de baas zijn van het uitreiken van het geld. Dus ja, ze zitten er gewoon bovenop. En als een Amerikaanse overheid langskomt en zegt, nou we willen graag geld voor dit en dit en dit. En dan kunnen zij zeggen, nee dat krijg je niet. Tenzij je het zo en zo en zo gaat doen, dan krijg je het wel. Het is dus gewoon een onderdrukkend systeem. Dan schieten we hier even naar deze, want dit staat niet helemaal in de goede volgorde. Even zo terugzeggen. Kijk hoor. De RMS Lusitania. Kijk, met
die Federal Reserve hadden ze in 1913 hadden ze het geldsysteem in handen. En dus unlimited money. Nou, niet echt unlimited, maar tot op zekere hoogte, als je het goed speelt, heb je altijd weer nieuw geld. Je geld kan gewoon niet op. Want je bent baas van al het geld van elke Amerikaan. Nou, dan hadden ze altijd geld. En toen dachten ze, wat zullen we met dat geld gaan doen? Nou, wat dacht je? Oorlog voeren natuurlijk. Dat is het mooiste en duurste en het meest lucratieve wat je kunt doen. Toen dachten ze, nou, dan beginnen we de, wat je zou kunnen noemen, de tweede 30-jarige oorlog. Wederom tegen Duitsland. En die begon in 1914. Nou, dat is begonnen met een of andere scam. Van een aristocratische jongen van het Hongaars-Oostenrijkse Rijk. En die is doodgeschoten door een Servische terrorist, zullen we zeggen. Nou, dat is helemaal opgeblazen. Dus aan alle kanten getoestand. En toen kreeg Duitsland de schuld. Toen was Duitsland de bok. Nou, Duitsland die vocht ontzettend goed terug. En in 1916, toen ze een beetje... Ja, waren die Duitsers dus 2 jaar bezig. Kijk, want hij... Ja, precies, in 1915 is hij vertrokken. En wanneer is hij dan gedaald? Even kijken hoor. 7 mei. In dat jaar, in 1915 is hij gedaald. Nou, wat was er nou met die Lusitania? Dat was een passagiersschip waarvoor ze heel veel reclame hadden gemaakt. Want die zou een cruise gaan maken naar Engeland. En ja, dat zou allemaal hartstikke leuk zijn. Maar wat hadden die jokers nou gedaan? Onderin die boot, onderin dat schip, hadden ze munitie en ander wapentuig opgeslagen. En dat niet alleen. Nee, het feit dat ze dat gedaan hadden, hadden ze ook nog eventjes doorgegeven aan de Duitse geheime dienst. Waarop die Duitsers dachten van ja, hallo, dat kunnen wij niet accepteren. Want op dat moment was Duitsland in oorlog met Engeland. En het schip was op weg naar Engeland met wapentuig. Dat betekent dat het een militair schip is. Nou, toen merkten die Duitsers dus dat ze van plan waren om er allemaal passagiers op te laten aanmonsteren. Dus die voelden hem al hangen. Toen hebben ze een reclamecampagne opgestart, een advertentiecampagne moet ik zeggen, in Amerikaanse kranten. Om Amerikanen te waarschuwen om niet mee te gaan met dit schip. Nou, die campagne die heeft niet gewerkt. Dus terug allemaal, toch allemaal ja, van die Amerikanen. Van een yola die hey, yola die ho. Lekker op die boot. Nou, toen voer die boot het kanaal binnen bij Engeland. Ja, en toen was er dus een Duitse onderzeeër en die is een piefpafpoef gedaan. Dat was dus een valse vlagoperatie. Want aan de Amerikanen werd verkocht dat er een passagiersschip getorpedeerd was door die boze Duitsers. Maar dat was geen passagiersschip, dat was een militair schip. Want er zat wapentuig in. Je gaat toch niet met een schip vol met wapentuigen een militaire zone binnenvaren? Dan ben je toch een gaatje in je hoofd. Dan heb je toch een gaatje in je hoofd. Tenzij je het met opzet doet. En dat wat de trigger. Dat de Amerikanen betrokken konden worden. Betrokken worden bij de Eerste Wereldoorlog. And was a factor in the United States Declaration of War nearly 2 years later. Dus in 1917, toen heeft Amerika Duitsland de oorlog verklaard. En daar was dit incident een factor in. Maar het was dus niet wat je dacht. Het zat anders in elkaar. Het was een militaire operatie bedoeld om ons voor de jek te houden. Nou, dus zijn die Amerikanen in die Eerste Wereldoorlog betrokken, of wat ik dan zou noemen de Tweede Dertigjarige Oorlog. En toen kwam dit geintje. Het Gleiwitz-incident, dat heeft dus plaatsgevonden in 1939. En er was een Duits radiostation, Sender Gleiwitz. En die zou dan door Polen zijn aangevallen. Maar dat was dus een provocatie van de Duitsers zelf. En operatie Himmler en nog meer van die dingen. Het is allemaal propaganda. Hè? Dus je denkt dat het gaat om een aanslag van Polen. Maar het is gewoon Duitsland zelf. Of Duitsland zelf. Want Duitsland stond natuurlijk toen onder Adolf Hitler.
Ja. Die Duitsers hadden eigenlijk niet veel te vertellen. Heb ik hier de laatste staan? Dat doe ik even heel kort. Ik heb er een paar overgeslagen, zie ik nu. Maar die pak ik in de volgende dan wel, want anders wordt het mij te lang voor jullie. Maar dit is de bomaanslag op het Koning David Hotel. Dat is alweer een paar jaar verder. En het is gedaan door de militaire rechtse Sionisten ondergrondse organisatie de IRGUN. En het ging om de Britse administratieve hoofdkantoren voor Palestina. En die zaten in de zuidelijke vleugel van het King Koning David Hotel in Jeruzalem. Er zijn 91 mensen bij omgekomen en 46 gewond. En het is dus gedaan door de IRGUN, dat waren dus die Zionisten. Maar ze hadden zich verkleed als Palestijnen. Ik weet niet of dat hier staat hoor. Maar ik heb een interview gezien met iemand die eraan mee heeft gedaan. En die zat er echt boven te grinniken. Ja, allemaal van zo'n Palestijnensjaal om. En een beetje la ilaha lopen roelen en roepen. En dan, dat zeg ik of ja. Allahu Akbar of zo. Ja. En dat was dus helemaal niet wat ons te horen is gegeven. Dat was gewoon een operatie van Israël zelf. Of in ieder geval Joodse mensen binnen het Israëlische gebeuren. Ik zeg niet dat alle Joodse mensen hier achter stonden. Maar het waren wel Joodse die het gedaan hebben. En onder een ander de schuld te geven, denken ze ermee weg te komen. En het ging er natuurlijk om de Britten op te stoken tegen de Palestijnen. Want dan worden de Britten hier boos op de Palestijnen en dan hoeven de Joden ze zelf niet aan te pakken. Dat scheelt weer. Nou, ik laat hem hier even bij. Hartstikke leuk dat jullie hiernaar geluisterd hebben. Ik ga even kijken hoe lang die dan geduurd heeft. En dan pak ik hem straks op bij valse vlag nummer 2. Hey, en op zijn hamburgers zeg ik tjus en dag lieverds.